Kijk, het is een hondje, zie je dat wel? Een hondje? Ik had een vogel gedrukt. Oké, en nu is het een hondje. En nu is het een hondje geworden. Kijk. Waar zit het hoofdje? Hier, nou, dit zie je heel duidelijk. We staan hier in Groningen, in onze stad, en we gaan zo ergens naartoe. Mm-hmm. We gaan zo een workshop doen, de workshop Art and Flow. En dat is om helemaal zen te worden. Oh, dat hebben wij wel nodig. Dat hebben wij nodig, ja. Ja, we hebben even een stop gemaakt om eventjes wat foto's te maken. Nog voor van je outfit. Van mijn outfit en mijn nieuwe schoenen. Oh, cool. Van lak. Ja. Oh, die zijn mooi. Heel erg leuk. En ja, nu gaan we er snel naartoe. Ik moet nog even een chillbroek aandoen. Ja. Jij bent al helemaal in je pak. Ik heb mijn pak al aan. Elma, we zijn er. We zijn er. Nou, hier is het. Kijk, dit is niet zo leuk. Oké, okay, nou. Nou. Hoi. 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 Hallo. Hoi. Hoi, Annemarie. Hoi ook. Kom verder. Kijk, nou, we zijn er, hè? Kijk. Ja. Oh. Hoi. Hoi. Wat ga je omschrijven? Dat ik eigenlijk... Ik heb altijd haast. Ik heb altijd het gevoel dat ik het druk heb. Ja, je moet ik zeggen hoe je rust kan vinden. Ja, precies, meer rust. Dat gaan we nu opschrijven, ons doel. Heel overduidelijk iets van dat je brein overvol is, is dat je fouten gaat maken. Hele simpele fouten, die je ook elke keer weer herhaalt. Dat je denkt van, hè, maar de vorige keer wist ik ook al dat ik dit fout deed. En het is zo simpel, hoezo doe ik dit nou weer op dezelfde manier fout? Als je dat op een gegeven moment bij jezelf merkt, dan dat is echt een teken dat je hoofd vol zit. Dat je over je grenzen heen bent gegaan. Nou, we gaan dus nu uitzoeken wat voor type mens we zijn. Ja, we hebben net dus de voorbeelden gezien. Mm-hmm. En die derde, die intellectuele, had je mij niet in herkend? Nee, daar had ik je, nee, die denker, daar had ik je toch iets anders in geschat. Maar ik eigenlijk in alle drie, ik in allemaal wel een beetje. Want ik hou dus ook heel erg van structuur. Dat ben ik ook echt, ik ben ook altijd op tijd overal. Te vroeg. En zo. Dus en ik, ja, en het moet allemaal echt precies. Nee, ik ben ook altijd heel erg van de klok, gewoon. Ja, nee, dat vind ik zo vervelend. Ja. En daarom ben ik ook altijd... Heb ik altijd stress, omdat ik op een bepaalde tijd gewoon mensen verwacht dat je ergens bent. Ja, ja, ja. Dat vind ik zelf heel vervelend. Oké. Okay. Ik denk ook altijd zeg maar dat ik meer dingen kan doen in de tijd dan dat eigenlijk kan. Ja, ja, ja. Oh zo. Ja, dat heb ik. Nee, ik kan altijd wel, ik kan altijd wel heel goed inschatten hoe lang dingen gaan duren. En dan, ja, dus dan die klok die past ook wel bij mij. Dus, ja, ja. Nee, precies. Maar dan vullen we elkaar goed aan, Elma. Ja. We zijn echt een goed team gewoon, hè? Ja. Met de andere clubs. We hebben samen gewoon samen bijna het hele spectrum. Dus echt... alle sterktes, maar ook alle zwaktes. Ja, ja, precies, precies. Dat je in een ver land bent, een warm land. Een heel fijn, mooi, tropisch oord. Misschien denk je naar Bali. Misschien Hawaii. Misschien heb je wel gewoon Spanje. Het maakt niet uit waar. Ik probeer je voor te stellen dat je daar op een strand bent. Je mag een woord voor jou bedenken? Ja, zullen we een woord voor elkaar bedenken? Jouw woord is boom. Ik dacht net aan boom. Nee. Serieus, ik wou boom zeggen. Ik voelde gewoon dat je boom ging zeggen. Twee gedachten. Ja, ik wou echt boom. Nou, verdorie. Nou, dan is jouw woord. Nee, ik doe wel boom. Oké, dan is jouw woord is kat. Ja, wat heb je veel woorden, Elma. Is dat de bedoeling? Nee, is dat de bedoeling? Dat weet ik niet. Ik doe is gewoon... het ongelimiteerd schrijven? Nee, ja, ik doe gewoon meteen wat het eerste opkomt en dat schrijf ik dan. Ik ben al klaar. Nee, je moet gewoon doen. Geen betekenis te hebben. Het is echt wel alleen... Elma, we gaan schilderen. Ja, ja. Spannend? Spannend, ja. Ja, ik ben dus wel iemand die dan
meer op het resultaat gericht is en meer dan denkt van ja, precies. Dit wordt niks. En dan gewoon dan blokkeert, ja, zeg maar. Ja, precies. Denk ik, nou, dit kan ik niet. Terwijl je eigenlijk moet laten gaan. Mm-hmm. Ja. Ah, oh, jij gaat wel een beetje voor makkelijk. Ja, nou ja. Ja, weer ook een zon. Ja, hier, dus weer zo'n... Een palmboom. We moeten even nadenken over wat we gaan bedenken dan, wat we gaan kleuren. Nou, ik wou het mezelf niet te moeilijk maken. Nee, ik doe maar even een randje eromheen. Je was een beetje snel klaar, hè? Oh, nog een paar stipjes erbij. Zo nou. Ik wil het. Ik maak een vogel. Kijk. Super profi. Ja. Valt me ook helemaal. Je ziet hem gewoon dezelfde. Hey, zal ik ook niet. Je kopieert mijn kleuren. Ja, wat ik ook altijd doe. En kijk even. Oh, dat is wel leuk. Ja. Druk. Ja. Ik eigenlijk ook wel. Dit is ook gewoon ontstaan zonder dat ik dat deed. Het ging helemaal zo uit. Ja, mooi hoor. Dat kopje. Maar nu ga je hem dus met je andere hand ga je hem ja, nog een keer maken. Ja, ik heb het getekend, maar nu moet hij dus met de linkerhand. Dus dan is het even af. Hoe het er dan uit komt te zien. Dat ga ik dus nu proberen. Jij ook. Je hebt een hart getekend. Dus het zal ja, minder moeilijk zijn. Nee. We moesten net dus heel erg druppelen op die papiertjes. En dan moest je met Ecoline dat doen. En daarna moest je papiertje erop leggen. En dan kijken wat eruit kwam. Nou. Kijk nou. Dus eigenlijk, kijk, het is een hondje. Zie je dat wel? Een hondje? Ik had een vogel gedruppeld. Oké. En nu is het een hondje. En nu is het een hondje geworden. Kijk, waar zit het hoofdje? Nou, dit zie je heel duidelijk. Dit is een snoet, dit is een oor. Het lijkt wel een konijntje. En hier, dit zijn de pootjes. Ik zie dan weer een konijntje. Dan. Ja, dat kan het ook. Het is een en wat zie je in dat van mij? Ik vind het wel een beetje jammer dat ik per ongeluk zwart had gebruikt. Ja, dat is helemaal niet Ja, geel staat voor gevoel, voor je eigenwaarde, voor je identiteit. Mm-hmm. En paars staat verbonden met je innerlijke zelf. Dat wil zeggen dat je wel echt bezig bent met wie ben jij en je staat echt verbonden met jezelf. Dus, en de vraag is dan, waarom heb jij zwart gekozen daarna? Nou, dat was per ongeluk gegaan. Oh, ja, ik dacht dat het paarse potje was. Maar toen had ik dus, ik had het oogje wel zwart. Ja. Maar goed, dus daarom is er in de tweede fase is er wat zwart bijgekomen. Ja, ja. Maar dat was niet de bedoeling. Dan is deze veel sterker. Dus volgens mij moet jij ook vaker die vanuit links werken. Hmm. Dus als jij vastloopt met je creativiteit en wat dan ook, dan moet jij werken vanuit je linkerkant. Want jij hebt kennelijk heel veel in je wat er nog uit moet komen. Maar jij zegt net dat het kwam omdat je dit al gecreëerd had, dat je daarom links makkelijker vond, omdat je dan eigenlijk gewoon aan het natekenen bent. Je bent wel aan het namaken, maar op de manier waarop je de verfpasten hebt, kan je al zien, dit is veel lichter, dat is veel donkerder. Dan ga je het verschil zien. Het is ook de manier waarop je dat doet. Oké. Het zit er weer op, Elma. Hoe voel je je? Ik voel me eigenlijk heel ontspannen. Ik dacht dat het heel zweverig zou zijn. En op zich viel me dat heel erg mee. Dus ik vond het eigenlijk gewoon helemaal niet zo... Het was eigenlijk het was niet heel zweverig. Nee, het was... ik zag jou ook wel helemaal ontspannen toen je die bodyscan deed. Ja, die bodyscan vond ik wel heel interessant. Dat je gewoon even leert hoe je jezelf even rustig krijgt. Dat je dan in bed ligt en dat je dan alles bij langs gaat. En dat je daarna een soort van ontspanning voelt. Dat je die oefening zelf kan doen. Kunst maken vond ik zelf wel toch wel echt moeilijk hoor. Nou, dan weet ik dat gewoon niet. Wat ik dan moet tekenen. En, ik vond juist dat makkelijker dan ik dacht. En ik vond de schrijfopdracht vond ik heel erg moeilijk. Helemaal stil, hè? Ik viel helemaal stil. Ik was aan het schrijven en het ging ook een kant op dat ik dacht van op een gegeven moment zat ik op de vuilnisstort en op de gemeentereinigingsdienst. En ik had allemaal woorden opgeschreven die waren gewoon zo niet inspirerend. En toen dacht ik, nu ben ik klaar. Dus ik had... Dat was echt niet mijn ding, dat schrijven. Ik vind het wel een aanrader om te doen, bijvoorbeeld met een groepje vriendinnen. Dat je denkt, we gaan eens even lekker zo'n middagje met z'n allen lekker relaxten. Een relaxte workshop. Ja, waar je daarna gewoon helemaal rustig weer eruit komt en weer verder de hectiek in te kunnen gaan. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Doei.